lekker band. Wat ik net heb gedaan, je zult het niet geloven, maar dat heb ik al een keer vaker gedaan. Ik ben zojuist wezen hardlopen. Hardlopen met de fiets aan de hand. En ging eigenlijk best goed. Ik heb dat al 2 keer eerder gedaan. Hé, kijk. De geit heeft honger. Zie je dat in de vetten? Je ziet ook een mooie ding, hè? Oh, ze eet het precies af tot waar het groen eindigt. Hè? Ze eet het precies af, zou het mooi kort. Ja. Nee, dit wordt geen zinvolle hardloopvideo. Alhoewel, hardlopen heeft natuurlijk gewoon voordelen. Je kan gewoon, als je lek hebt, of je hebt bijvoorbeeld misschien pannen met de auto, kunnen huis verlopen. Ik heb altijd een paar hardloopschoenen in de auto. Hardloopoutfit eigenlijk, maar schoenen zijn dan toch het belangrijkste. Ooit begonnen met de Gotthardtunnel, want wie af en toe op vakantie gaat die kant op, die weet dat die tunnel enorm lang is. En ik wilde op een gegeven moment gewoon de tunnel uit kunnen rennen. Dus als je halverwege bent, volgens mij is je 18 kilometer, dan moet je 9 kilometer de een of de andere kant op. Hey. Kijk, jullie zien niet zoveel, hè? Hij ziet al niet zoveel, dan krijg je nog extra dingen ook. Ja. Maar goed, soms is het gewoon super handig. En ik loop nu even niet hard, want ik denk altijd dat de video wel heel erg schokkig is. Maar ja, de kleding kan wel direct in de was, want ik had natuurlijk geen hardloopkleding bij. Maar dan mag de pret niet drukken, dus ik ben toch mooi thuis gekomen, anders had ik iets moeten regelen weer met een andere fiets dan deze fiets aan de hand en een hoop gedoe. En nu kost het maar veilig maar een half uurtje extra, dus ja, bevalt eigenlijk super goed. Dus zo simpel kan het zijn. Beetje bezweet, maar ik heb lekker weer mijn hardlooprondje gehad met de fiets aan de hand. Is trouwens niet zo heel erg makkelijk, vooral omdat ik ook nog een rugtas heb. Maar het is gewoon goed te doen, je gaat gewoon niet zo hard, maar je, ja, ik vind het gewoon lekker, want het spaart me een hoop gezeur, zeg maar. Met, ja, wat ik zeg, spullen op en neer, fiets neerzetten. En ik wil dat dan toch zelf regelen, dus ik ga toch niemand bellen. Je bent gewoon helemaal zelfsupporting. En ik ga zo meteen nog eventjes dit vredesteinbandje plakken. Dus, that's it. Oké, thanks. En de volgende keer zie je natuurlijk weer een echte super hardlooptip of wat dan ook. Of ik test nog eens iets, een mooie schoen of zo. Maar dit is gewoon wat je hebt aan hardlopen en wat je er allemaal nog meer mee kan. Hoi!